wij bleven 6 in het oude stadion. Ja. En vandaag laten we zien hoe je een appeltaart moet bakken. Deze ingrediënten heb je nodig. Een appel, appeltaartdeeg, boter, kaneel, ei. De dingen die... Oh ja, en suiker. Dingen die je ook nodig hebt zijn een mes, een appelboor en een appelschiller. En het bakje waar je alles in doet voor je appeltaart, deeg en de appel zelf. Zo bak je de appeltaart. Je schilt eerst de appel, dan snij je hem in stukjes. Dan doe je het in een bakje. Dan doe je kaneel en suiker bij. Dan ga je roeren dat er al kaneel op alle appelstukjes zit. En dan moet je het deeg maken. Het deeg maak je eerst gewoon dat deeg erin. Daarna wat boter en ei erbij. Dan ga je het goed verdelen waardoor je de bodem en zijkanten goed bij elkaar kan halen. Dan doe je vulling erin. Als je nog deeg over hebt, gebruik je dat voor de lijntjes van de appeltaart. Je zet de oven op 15 minuten lang op 200 graden en dan na die 15 minuten is je appeltaart klaar. Is jullie appeltaart gelukt? Laat het even laat het even weten. Ons was lekker. We hebben ook geleerd hoe je moet samenwerken, hoe je de taakverdeling moet verdelen en hoe je de appeltaart zelf moet maken. Dan zeggen we nog één ding. Later.